Hey! We zijn hier in een van de depots van het museum en deze depots zitten onder het museum, dus we staan nu op kelderniveau. En we hebben een van die rekken eruit getrokken en daar zien jullie drie werken die bij elkaar horen van de Duitse kunstenaar Sigmar Polken. En hoewel ze heel duidelijk bij elkaar horen, is het niet een triptiek. Dus het zijn niet drie werken die als het ware één werk vormen. Het zijn drie aparte werken. Het werk wat helemaal op de hoek hangt, is dat hebben we nog niet zo gemaakt. Wat betekent, dat hebben we nog nooit zo gedaan. En waar gaat het nou over? Sigmar Polken heeft eigenlijk in de jaren 60 een beetje gespeeld met de pop art, dus beelden uit de realiteit genomen en daarmee werk gemaakt. En dit lijkt er heel ver van af te staan. Dit lijkt bijna een soort abstract expressionisme met hele expressieve vegen op het doek. Maar als je beter kijkt, dan zie je op de vier hoeken van het werk zie je vier hoofden. En ze zijn eigenlijk allemaal omgekeerd. Misschien zie je het wel het duidelijkste hier. Het is een man die eigenlijk het hoofd op zijn kop is gedraaid. Je ziet een oog, een mond, een oor. Dus hij heeft in dit werk, wat op het eerste gezicht heel abstract en zonder figuratie lijkt, heeft hij toch vier hoofden verwerkt. En wat nou zo speciaal is hieraan en waarom het ook aansluit bij het thema van gouden, van rijkdom, is dat hij in deze drie doeken en in verschillende werken uit die tijd heeft gespeeld met materiaal. En hij wil als een echte alchemist op deze werken aan de slag gaan. En eigenlijk het ultieme doel van een alchemist is het maken van goud uit materialen die hij vond. Dus als een ontdekkingsreiziger proberen materialen bij elkaar te voegen en uiteindelijk tot goud te komen. Dat is niet gelukt. Dat is misschien ook niet het doel geweest van Polken, maar hij heeft wel dezelfde weg bewandeld. Hij heeft ook materialen bij elkaar genomen, heeft ze op het doek geplakt of heeft ermee gewerkt op het doek. En daarmee heeft hij heel andere resultaten gekregen dan dat hij gewoon met verf zou werken. En daardoor krijg je ook, als je heel goed kijkt, krijg je ook allerlei rare kleuren als je een beetje beweegt met je hoofd. En zie je ook dat sommige gedeelten heel erg mat zijn, maar juist andere bijna olieachtig van structuur. Zie je hier heel duidelijk dat er iets op ligt. Wat die materialen precies zijn, is moeilijk te zeggen, omdat hij ook materialen door elkaar heen mengde. En zelf vond hij dat ook heel spannend, omdat hij eigenlijk niet precies wist wat die materialen zouden gaan doen. Dus het kan heel goed zijn dat over een aantal jaar het werk er nog een klein beetje anders uitziet, omdat die materialen nog doorwerken en reacties met elkaar aangaan. Dus daar gaat die titel ook heel erg over. Dat je dus eigenlijk de grenzen probeert op te zoeken van wat is verf, wat is materiaal op zo'n doek.